ik ben Mathilde de Klerk en vandaag leg ik jullie uit hoe je een wheelie doet. Maak dan eens eerder een video hierover, maar ik bleef maar de vragen krijgen. Daarom deze nieuwe video, Wheelie 2.0. Ik ga het jullie leren aan de hand van een slow-mo video. Ik geef je onmiddellijk de drie belangrijkste tips. Tip 1. Zoek je balanceerpunt. Tip 2. Hou je armen steeds gestrekt. Tip 3. Kijk altijd recht voor je uit. Deze drie dingen moet je steeds combineren, maar er is meer. Hoe krijg je je voorwiel omhoog? Kies de juiste versnelling. Niet te hoog, maar ook niet te laag. Start met je dominante voet bovenaan en duw deze met volle kracht naar beneden. Vergeet ook hier niet je armen gestrekt te houden. Probeer nu mooi je balanspunt te zoeken. Probeer nu al deze zaken te combineren. Hoe zorg je ervoor dat je niet achterover valt? Als je aan je achterrem trekt, keert je fiets terug naar voren. Lukt het niet zo goed met de crossfiets, probeer het dan met de mountainbike. Je zult zien dat het met de mountainbike een stuk makkelijker is. Zo, ik hoop dat ik jullie iets heb bijgeleerd. Gewoon blijven oefenen en doen en dan lukt het wel vanzelf.